Breekt vandaag heel even haar zwangerschapsverlof om aan te schuiven in studio van Galit en Sophie. Uit handen van Sonja Barend zelf ontvangt zij daar voor de tweede keer in haar carrière de prestigieuze Sonja Barend Award voor het beste tv-interview van het afgelopen jaar. Maar ja, dan is nu het moment echt daar, Sonja. Want jij mag de winnaar bekendmaken van de Sonja Barend Award. Ik leg hem hier neer. Zou je de winnaar willen aankondigen? De combinatie van ondervragen van iemand om iets te weten te komen. En dat je ook ziet wie dat is en hoe diegene sterft van de zenuwen. En dat het toch mogelijk is om een gesprek te voeren. Dat is knap. Ja, zeer. Zeer. En dat leidt tot een naam. Tot een naam. En dat ga jij bekendmaken, Sonja. De winnaar, want er wordt al hier een tromgeroffel op de tafel. De Sonja Barend Award van dit jaar. Wie is daarvan de winnaar? Eva Jinek. Nog leuker de tweede keer. Nog leuker. En deze is nu van hout. Van hout, duurzaam. Die is van hout. Geweldig, dankjewel. Ja. Prachtig. Waarom, los van wat je communiceert naar de buitenwereld toe, heb je aan deze mensen met wie je innig samenwerkt, die het met jou oprichten, niet verteld dat er een commerciële deal was of een commerciële BV? Ja. Vind jij terecht de winnaar, Evert? Ja, dat was wel een heel spannend gesprek met die compagnon van mondkapje Siewert. En ja, ik zat toen ook wel op het puntje van mijn stoel. Dus wat dat betreft is het wel heel terecht. En de jury valt in herhaling, want Eva had al eerder gewonnen. Mm-hmm. Met een van de denkoprichters, een interview uit 2018. Met Asa Khan, ja. En ja, dus zij is gewoon een van de beste interviewers. Ik hoop dat ze snel weer op de stoel zit waar ze hoort. En op een tijdstip wat ze zelf het liefste wil gaan doen. Ik moest er wel om lachen vanavond. Ja, er zaten een paar hele leuke katten tussen. Wel lekker te Galit en haar. Van, ja, dit is natuurlijk een vreselijk tijdstip om televisie te maken. Daar ging ze niet op in. Maar hij is heel bang voor zijn baantje. Omdat die NPO natuurlijk grote plannen met Eva heeft vanaf 1 januari. Maar is het al duidelijk wat er gaat gebeuren? Nee, ze houdt de kaken net als Imca. Nog stijver op elkaar dan Imca. Maar dat wordt gewoon de vooravond, hoor. Ja, dat denk ik toch ook wel. Op 31 december, tot 31 december is ze in dienst van RTL. Dus ze vindt het niet chic om daar voor je tijd over te praten. Maar vanaf januari zullen we het wel weten. En dan krijgen Galit en Sophia denk ik ook te horen. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat die van de buis verdwijnen. Want dat programma is ontzettend gegroeid. Wat zouden jullie iets vinden voor hun dan? Nou, wisselen. Ja, dat ze allebei dat slot van 7 uur. Ja, want zij gaat niet het hele jaar door. Dat zie ik haar niet doen. Ik denk dat zij wel weer pauzes gaat nemen. Ja, en dat ze dan 3 maanden op, 3 maanden af allebei. Ja, of misschien wel wat langer nog dat zij gaat doen, denk ik, Eva. En het is voor haar natuurlijk een fantastisch tijdslot met 2 jonge kinderen. Want ja, nou ja, hè, je hebt er zelf 2. Als je elke avond pas in de nacht thuis komt, kan ik me voorstellen dat op een gegeven moment het is ook niet ideaal, want je weet ook als je om 7 uur moet, nou, dan moet je er, wat is het, om 3-4 uur wel uiterlijk zijn in de studio voor de repetities. Ja, je bent de hele dag al bezig. Dus je bent al de hele dag bezig. Maar dat is natuurlijk wel ook wat Bo ooit, Bo die stopte met Boulevard, omdat hij zegt, ik heb mijn kinderen nooit in bed kunnen leggen. Ja. En dus dat is natuurlijk weer het nadeel van dat tijdslot. Ja, maar ze is wel weer om 8:30 gewoon thuis. Dat scheelt ook dat je niet helemaal 's ochtends helemaal gerad braak bent. Nee, zeker. Nee, maar het is ook niet exclusief aan tv-presentatoren om het lastig te vinden een baan te combineren met een gezin. Het was ook leuk om Sonja Barend weer eens te zien. Ja. 83 inmiddels. Nou, ziet er goed uit. Eens per jaar is ze nog op televisie. Dat is om haar eigen prijs uit te reiken die ze kreeg van de VARA toen ze stopte met haar eigen programma. Elk jaar is er een winnaar. En Eva is dat nu dus voor de tweede keer. En ook mooi om te zien hoeveel respect iedereen heeft voor Sonja Barend. Enorm, die hele tafel. Je merkte het ook. De Jeroen Pauws van deze wereld, maar ook de Eva's. Je ziet gewoon dat iedereen een soort van haar laat uitpraten. Even de oermoeder van de interview, van het goede interview. Nou, dus Jeroen en Eva hebben nu allebei 2 keer gewonnen. Ja, zeker. Ze zit nog op een roze wolk natuurlijk. September is ze bevallen van haar dochtertje, Salo. En dit was de eerste keer dat ze weer even in beeld was. En voor een goede reden. En we feliciteren haar van harte met dat prijs. Zeker.